Herman op vakantie. Tom Percival. Een leuk verhaal met heel leuke prentbriefkaarten. Het was een warme dag en de geur van de zomer hing in de lucht. Herman en Henry planden hun vakantie. Er waren zoveel leuke plekken om naartoe te gaan. Maar alles kostte zoveel geld? Veel te veel voor Herman en Henry. Het leek erop dat ze dit jaar maar thuis zouden blijven. Herman vond het verschrikkelijk om zijn beste vriend zo teleurgesteld te zien. Dus hij ging op zoek naar een vakantie die ze wel konden betalen. Al snel had Herman alles gevonden wat ze nodig hadden. Hij was dolgelukkig, want iedereen houdt toch van kamperen? Hoewel, misschien niet iedereen. Maar ja, de vakantie was nu al geboekt. Rond het middaguur hadden ze allebei hun broodnodige spulletjes ingepakt en stonden ze klaar om te vertrekken. Oei, Henry... Wat heb jij daar allemaal bij? Toen ze vertrokken op hun avontuur, dacht Herman dat hij de hele wereld aankon. Maar Henry dacht alleen maar dat hij weer terug naar zijn huis wilde. Na 5 minuutjes stond de tent van Herman al overeind en zat hij lekkere marshmallows te roosteren. Maar Henry vond kamperen niet zo makkelijk. Henry sliep die nacht niet goed. Hij kon gewoon zijn draai niet vinden. En stiekem was hij ook een heel klein beetje bang. En dat was nog voordat zijn tent in elkaar denderde. De volgende ochtend gingen ze samen naar de stad om wat prentbriefkaarten te kopen. Maar ze schreven allebei iets heel anders. De kaart, de wensput, fijne vakantiewensen. Lieve oom Harold, kamperen is superleuk. Henry krijgt de smaak al echt helemaal te pakken. Vannacht is hij zelfs even gaan zwemmen. Erg leuk. Veel liefs, Herman. De wensput, het nachtlicht. Lieve tante Winifred, ben jij wel eens gaan kamperen? Nou, ik wel. En het is verschrikkelijk. Ik heb het koud. Ik ben nat. En ik verveel me. Liefs, Henry. P.S. Kun je me misschien wat warme chocolademelk sturen? Dat ben ik vergeten in te pakken. Henry probeerde echt van zijn vakantie te genieten, maar alles leek hem tegen te zitten. Herman kreeg de indruk dat zijn vriend het niet geweldig naar zijn zin had. De volgende dag schreef Herman dus niet 1 prentbriefkaart, maar heel erg veel. Een kaart, de wensput in de jaren 60. Henry's lieve tante Winifred. Dank je wel voor de warme chocolademelk. Henry heeft een kopje voor mij gemaakt en het was heerlijk. Kun jij ons nog een lekkere zitbank sturen? Groetjes, Herman. De wensput in de sneeuw. Lieve Ruben, hoe gaat het met jou? Kun je eens bij mijn huis langsgaan en me wat ditjes en datjes opsturen? Misschien wat touw, een schep, een boor, een hamer, heel veel nagels, een zaag en wat verf. Bedankt, Herman. De wensput in Victoriaanse tijd. Lieve Felix, kun je hier alsjeblieft voor zorgen dat Ruben niet vergeet de kleine dingetjes waar ik om gevraagd heb op te sturen? Je weet hoe vergeetachtig hij is. Bedankt, Herman.
P.S. Kun je hem vragen of hij ook mijn tv opstuurt? Al snel begon Herman allerlei vreemde pakjes te ontvangen. Dat was allemaal erg geheimzinnig. Herman wachtte tot zijn vriend in slaap was gevallen. En toen voerde hij zijn plannetje uit. Hakken, zagen, bedelven, schilderen. De volgende ochtend klom Henry hapend uit zijn tent en de hele camping was verbouwd. Wauw! De rest van de dag deden ze alle dingen die vakantie zo leuk maken. Alles was gewoon perfect. Vakantiegroeten uit de wensput. Lieve Herman, dank je wel dat je mijn kampeervakantie zo fantastisch hebt gemaakt. Ik heb het nog nooit zo leuk gehad. Volgend jaar weer. Je beste vriend Henry. En Henry zegt aan Herman: ik hou van kamperen. Maar ondanks alle leuke dingen die hij had gebouwd, wilde Herman toch gewoon in zijn tentje slapen. Het was tenslotte een kampeervakantie. Wel te rusten, Henry. Wel te rusten, Herman.